Hallo iedereen, welkom in een nieuwe week. Ik dacht, we gaan nog eens kijken hoe dat zit met die mannelijke energieën. Ik voel dat er heel veel gaande is in de collectief weer. En dat is ook heel normaal, want de planeetstanden zijn er dusdanig dat we tussen nu en, als ik me goed voor heb, eind maart ergens, eigenlijk die druk op onze kookketel gaan voelen. Waardoor dat we echt komaf moeten maken met dingen die niet meer bij ons passen, die niet meer op ons pad horen. Het universum sluit echt de deuren waar dat we veel te lang hebben blijven doorgaan, waar dat we eigenlijk al veel eerder, veel langer geleden een afslag hebben moeten nemen. En dat gaan we ook meer en meer nu gaan beginnen zien in onze realiteit. Dus dat is hetgeen waar de mannelijke energieën op dit moment heel hard ook mee geconfronteerd worden, hoor ik. Maar ook de vrouwelijke energieën. De vrouwelijke energieën gaan misschien niet zozeer ervaren op het 3D-vlak, dus op de realiteit, op materiële, maar eerder in de energieën. Dus ik voel het zelf, ik voel een soort van onrust, maar weet dat we ook daar ondersteuning in krijgen. Dus ook als je voelt deze week dat je onrust voelt, of dat je precies energieën overgenomen hebt, vraag aan de universele vlammen om, of aan je team, als je daarmee resoneert, om alle energieën die niet van jou zijn, om die te transformeren. Want er is heel veel, heel veel onrust in het collectief. Er wordt ook constant informatie verspreid door de hogere energieprijzen rond een crisis. Maar let op dat je zelf dat niet gaat gaan creëren in jouw realiteit door die gedachten toe te laten. En oké, ja, er gaan een aantal dingen gebeuren. Er gaan een aantal dingen door elkaar geschud worden, opgeschud, of hoe je het ook wil zeggen. Maar let op wat je toelaat in je realiteit. Hoepsa, hier gaan we al. Wat krijgen we? Master of Crystals, Sage of Challenges, Sage of Orbs en Three of Crystals, maar omgekeerd. Oké, en de onderkant is Divine Justice, gerechtigheid, balans brengen in alles wat er hier gaande is. En wat krijgen we aan de onderkant? The Lovers met de Tower en de Master of Orbs. Ja. Yeah. The Great Wheel, oké, en Ascension. Ja, als we het nu nog niet doorhebben, dan zijn we allemaal doorheen dat ascensieproces aan het gaan. En dat zorgt ervoor dat natuurlijk de Great Wheel, het levenswiel, of wat je het ook wil noemen, dat gaat, is voor iedereen aan het draaien. De wereld is aan het veranderen. En wat heeft de mannelijke energieën altijd geprobeerd? Uiteindelijk alles proberen uit te leggen vanuit die mind. Maar dat lukt niet meer. Maar waarom? Omdat ze eigenlijk geen meester zijn over gedachten. Ze zijn een slaaf van hun gedachten. En dat heeft ervoor gezorgd dat een tower moment gecreëerd is. Want al de dingen dat ze dachten, al de overtuigingen, al de dingen dat ze dachten van ah, als ik dat en dat en dat doe, dan heb ik sowieso dat resultaat. Ja, ze hebben wel resultaat, maar het heeft tegelijkertijd ook weer heel veel problemen teweeggebracht. Problemen in de connecties. Want dat is niet vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Dat is niet verbonden met dat eenheid. Dat is niet verbonden met die liefde. En daar komt nu verandering in. Daar komt nu eindelijk balans in. Daar gaat succes in komen. Op gelijk welke manier dan ook. Dus het maakt niet uit waar je ergens zit op het pad. In jouw proces, let op, het kan ook in je eigen mannelijke en vrouwelijke energie zijn. Ook daar gebeuren ook die dingen. Dus het uit voor iedereen op een andere, het uitzicht voor iedereen op een andere manier. En dus wat wordt eigenlijk de mannelijke energie gevraagd om echt nu die master of crystals, die meester van zijn eigen realiteit te worden. Door Sage, Sage is eigenlijk de queen in dit deck, door die verbinding met zijn eigen vrouwelijke energie te maken. Dus zijn eigen vrouwelijke energie in zichzelf. En van daaruit, van daarom, kijk maar hier, twee koningen en één koning. Om van daaruit ook de waarheid te spreken. Om de dingen die niet meer gaan in zijn leven, en zijn fysieke dingen die niet meer werken zoals dat hij hoopte dat dat was, of dat het niet meer verlopen zoals dat hij het plan had, om die los te laten. Om die op een andere manier te gaan vorm te geven. Want dat gaat hem uiteindelijk het succes brengen. Dat gaat hem die trinity, die drie-eenheid geven. Dus de mannelijke, vrouwelijke energie en dan de heilige relatie. Maar die liggen omgekeerd, want die is er nog niet. Waarom niet? Omdat hij eigenlijk nog niet Master of Crystals geworden is. Die is hij nog niet. Waarom niet? Omdat hij niet die verbinding met zijn eigen vrouwelijke energie heeft en ook niet die verbinding met
van, dus dat ook niet deelt, dus ook zijn waarheid niet spreekt vanuit de verbinding met zijn vrouwelijke energie. Ik ga die even weer neerleggen. En dan we zien wat er nog mag gezegd worden voor deze video. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Misschien voelen jullie ook wel de energieën. Als jullie daar klaar voor zijn en jullie willen zelf ook echt in die meesterschap stappen, dan nodig ik jullie uit om deel te nemen aan het traject zelfrealisatie. Zelfrealisatie vanuit het hart, gedrag, bewustzijn. Dus we gaan over wanneer je in essentie bent, dan ga je eigenlijk van een ego-gestuurd bewustzijn naar een hart, gedrag, bewustzijn. En dus doorheen dat traject bespreken we de verschillende fasen in essentie, bespreken we verschillende levenslessen en daaraan zijn telkens ook vlammen gekoppeld. Dus je leert ook echt om doorheen bepaalde zielslessen en de verschillende fasen van essentie te werken, wat dat er meer. Welke fase, wat herkenbaar wordt, zodanig dat je voor jezelf ook een beetje weet van waar je ergens bent en wat je nog kan verwachten. Ik ga nu mijn muis even aan de kant leggen. Voilà. En dan nog 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dus nog 1, 2, 3. Oké, die niet. Die wel. En nog eentje. Dus als je wilt deelnemen, dan vanaf 11 oktober start ik weer met de live groepsessies. Voor de mensen die daaraan een individuele ondersteuning gekoppeld hebben, dan werk ik ondertussen samen met Sarah. Sarah doet de meeste individuele ondersteuningen. En dus aangezien dat ik ook al een aantal tientallen individuele ondersteuningen lopen heb, komt Sarah erbij om daar ook extra mogelijkheden te bieden. Zo, wat krijgen we? Ten of Swords, de Page of Wands, de Magier, de Ten of Cups en dan de Page of Cups omgekeerd met de Knight of Cups. Ja, oké. Die horen samen, dat snap ik. En dan de tweede drie gaan we strakjes doen. Dus wat zien we dat de mannelijke energie in zit? Hij zit dus, zoals ik daarnet gezegd heb, in zijn hoofd. Veel te veel in zijn hoofd. Hij probeert nog altijd veel te veel dingen te begrijpen waarom dat die toren gebeurd is, waarom dat niet meer lukt. Maar tegelijkertijd is dat ook weer hetgeen dat hij nodig heeft om vanuit zijn passie en zijn vuur vooruit te komen. En nog meer die eenheid in zichzelf te gaan creëren. Wat dan op zich eigenlijk de katalysator is om als magier aan de slag te gaan. Je weet dat ik daarnet gezegd had. Dat hij moest leren om verbinding te maken met zijn eigen vrouwelijke energie, om van daaruit zijn waarheid te spreken. Dus hebben we het element lucht, hebben we het element water, om het uiteindelijk in de aarde te brengen. En hier hadden we dan die passie, dat vuur. Dus eigenlijk, de elementen komen samen. En hoe meer dat hij dat gaat gaan doen, dat gaat uiteindelijk die diepe vervulling, die uiteindelijk die emotionele diepe vervulling brengen, waarin dat je echt je gelukkig voelt, dat alles goed gaat in je leven. Maar dat zijn we nog niet, daar werkt hij naartoe. En dat maakt dat hij is nog niet die sage, hij is nog niet die queen, hij is nog geen volleerde meester wanneer het gaat over het leren beheersen van die emoties en zoals de divine feminine energie vanuit de vrouwelijke energie dat zij leert, zij is er ook niet bang van. Maar de mannelijke energie vindt dat angstaanjagend, vindt dat eigenlijk overweldigend. En dus daarom zie je wel dat hij die groei al gemaakt heeft. Dus het is geen hele nieuweling meer, hè? Dat ligt ondersteboven. Het is al een knight. Dus hij is al bedreven erin, hij is er al mee bezig, maar het is ook nog geen volleerde. Dus hij is nog niet afgestudeerd wanneer dat daarover gaat. Want dan zou inderdaad die queen, die king of challenges. Dus hier hebben we ook de koning en de koningin. Dus wij zitten ook, als je kijkt voor een relatie, dat is ook een hele diepe zielsconnectie. En dus dat is die aan het worden. Maar dat vraagt natuurlijk dat hij heel hard naar binnen gaat. En dus dat hij die ruimte nodig heeft om met zijn eigen emoties te gaan verbinden. Dus als vrouwelijke energie, als je kijkt, dat is belangrijk dat je die mannelijke energie ook de ruimte geeft. Want van daaruit gaat hij inderdaad kunnen
die gaan communiceren naar jou toe, naar de buitenwereld, wat er gevraagd wordt van hem. Wat dat het is dat hij voelt, wat dat het is dat die emoties zijn, wat dat hij graag zou willen ervaren, wat dat betekent om die 10 of cups, om die 10 of bekers, die diepe vervulling, wat dat het is, wat dat is dat hij nodig heeft om dat op die manier te manifesteren en dus uiteindelijk die Master of Crystals te worden. En dus daarvoor moet hij voor zichzelf ook heel duidelijk hebben wat dat precies is, welke bekers dat hij wil vullen, waar dat hij nog zijn energie en zijn tijd gaat insteken en wat dat hij eigenlijk moet loslaten. En dus dat gaat hij dan uiteindelijk ook heel op een succesvolle manier uiten. Dat is de Three of Wands. En je ziet, dan gaat hij eigenlijk toestappen naar die eenheid met die vrouwelijke energie. Dus weet dat je als vrouwelijke energie het licht blijft, het punt blijft waar een mannelijke energie eigenlijk op gericht blijft. Totdat hij in staat is om vanuit zichzelf met zijn eigen vrouwelijke energie en zijn eigen leiding daarin de dingen te ontvangen die hij moet ontvangen. Of van daaruit veel meer te gaan vertrouwen voornamelijk. Want eigenlijk ontvangt hij het dan, maar die logische mind zit er vaak tussen. En dus daarom, dit is die hoge priesteres-kaart, jij als divine feminine energie, jij bent degene die ervoor zorgt dat hij blijft stappen richting dat licht. En dat gaat deze week nog duidelijker te zien zijn. Oké, maar zien welke schaduwen dat de mannelijke energie deze week tegenaan loopt of mee geconfronteerd wordt. Als je zelf een reading wenst, dan kan je dat via de linkjes onderaan de video doen. Dan kunnen we ook kijken welke schaduwen dat jij tegenaan loopt, waar dat je Divine Masculine tegenaan loopt, wat dat er dingen zijn in de connectie, wat de lessen zijn. En krijg je natuurlijk heel veel advies om daarvoor uit te geraken. Onderkant is de sterkaart, wat we daarnet ook al gezien hebben in het andere deck, in het grote deck. En verwijst inderdaad naar succes, naar gelukkig begin en een nieuw belovend begin. Dus dat is hetgeen waar we eigenlijk nu op moeten focussen. We hebben ook de nieuwe maan gehad. Dus ook collectief gezien zitten we ook in die nieuwe energie. En dan in de volle maan van oktober ga je ook zien dat die volle maan ook echt al die oude dingen loslaat. Al die oude ballast, al die oude patronen, die gaan echt verder gezuiverd worden. En dus wat is hetgeen waar dat hij nu als schaduw tegenaan loopt? Hij krijgen we eigenlijk de stierkaart. De Hierophant is ook verbonden met vaststaande systemen. En dus wat staat erbij? Wisdom, understanding, mentoring en trainer. Maar de boodschap dat ik krijg is dat hij eigenlijk niet goed weet als mannelijke energie hoe dat hij eigenlijk al hetgeen dat hij tot nu toe geleerd heeft, de inzichten, de ervaring die hij gehad heeft, hoe dat hij allemaal dat in het fysieke brengt. En dat is hetgeen waar dat hij nu over gaat. Dus hij ziet het niet. Hij kan het niet verklaren. Hij kan het niet uitleggen met zijn logische verstand. Dus weet hij eigenlijk niet goed hoe vooruit te geraken. En dat is hetgeen wat deze week het universum en zijn team en de gidsen gaan tonen. Dat hij moet verbinden. Dat hij moet naar binnen gaan. Dat hij moet met zijn eigen emoties gaan verbinden om van daaruit zijn waarheid te delen naar zijn vrouwelijke energie. Dus in eerste instantie naar zichzelf, dan naar zijn vrouwelijke energie en dan in derde instantie naar de buitenwereld. Wauw. Oké, we hebben hier nog extra advies. En dus als vrouwelijke energie kijken naar deze video over de mannelijke energie, is het belangrijk om ruimte te geven. Om gewoon te focussen op je eigen stukken, op je eigen mannelijke energie. Om je eigen stabiliteit verder vorm te geven en te creëren. En van het contact weer te laten ontstaan vanuit de mannelijke energie. Dat is deze week heel belangrijk. Dus niks forceren, niks controleren. Maar zoals jullie weten, overgave, overgave, overgave. Vertrouwen en loslaten. En dan krijgen we de Uncharted Sea. Ja. Waarom? Omdat de mannelijke energie geduwd wordt in al die emoties. Ziet, hij voelt zich als een onstuurbaar bootje. En daar hangt er wel licht in. En één paddel, die twee. Ja, twee paddels. Dus zo wel goed gewoon om doorheen te paddelen. Maar hij wordt gevraagd om het op een andere manier te doen. En dat is beangstigend voor heel veel mannelijke energieën. Om die controle los te laten. Om echt. En dat heeft zelfs niks te maken met man zijn. Dat gaat echt over mensen die in die mannelijke energie zitten. Dus zij hebben een gesloten deur voor hun neus gekregen. Het pad waarop dat ze proberen nog steeds die controle te houden en te lopen is niet meer toegankelijk. En nu hebben ze zoiets van, en nu?
En dat is hetgeen waar we eigenlijk moeten doorkomen. En elk iedereen die bij mij samenwerkt in één op één trajecten of in een groepstrajecten, komt op een bepaald moment op dat punt. En nu, Lindsay. En dan zeg ik van, en nu kunnen we opnieuw beginnen. Dat is hetgeen waar we moeten komen. Omdat op dat moment zit je met je blote knieën op de grond, laat je alle controle los en ben je open, ben je ontvankelijk vanuit die puur vrouwelijke energie, omdat je gemerkt hebt dat controleren het nergens bracht. Integendeel, het bracht nog meer problemen, het bracht nog meer obstakels. En welke energieën zijn behulpzaam voor de mannelijke energie? Welke universele vlammen? En we eerst vertrouwen, zoals ik net gezegd heb, met aartsengel Uriel en deze vlam. Aartsengel Michael met geduld. En deze vlam. En aartsengel Haniel met courage, moed. En deze vlam. Ik ga ze nou eens alle drie naast elkaar tonen. Dus je kunt deze kleuren, deze vlammen, kun je in combinatie met elkaar gebruiken. Je kan de aartsengel aanroepen als je dat liever hebt. Of je kan de eigenschappen. Hè. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, ik roep de vlam van moed aan om mij nu te helpen. Ik roep de robijnrode vlam aan. Ik roep de paars-violette vlam aan. Ik roep de kristalvlam aan. Ik roep de zilveren vlam aan. Wat dat ook maar is, je kan de vlammen op verschillende manieren gaan gebruiken. Zo, dus als je echt nog concreter aan de slag wilt gaan, als je meer vrijheid wilt creëren in jouw leven, als je echt wil verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven en dat je niet wilt wachten tot dat universum volledig al die deuren voor jou sluit en dat je alles verliest, totdat je met je blote knieën op de vloer zit, zou ik zeggen, kijk naar de link hier onderaan in de video. Neem deel aan het traject met de vlammen. Het is zo superkrachtig en ik wou dat iedereen dat van geboorte meegekregen had, maar dat is nu eenmaal niet zo, anders had ik hier ook geen werk mee te doen. Maar dat zoveel mogelijk mensen leren werken met de vlammen. Er zijn ondertussen een aantal mensen die een certificaat van mij ook gekregen hebben. Die dus, dat betekent dus dat zij mogen alle informatie die ik gechanneld heb meegebruiken, meehelpen verspreiden. En dat is wanneer je mensen ziet die dat certificaat hebben, of die met mij samenwerken natuurlijk, die weet je dat zij inderdaad op niveau staan om inderdaad vanuit die overgave, vanuit dat vertrouwen en vanuit dat hoger bewustzijn een zuiver kanaal zijn van onvoorwaardelijke liefde om van daaruit jullie ook weer verder te helpen. Zo, dat was voor de mannelijke energieën. Ik ga zo dadelijk al de vrouwelijke energie doen. Ik ben nu echt wel nieuwsgierig waar dat daaruit komt. Als je wilt samenwerken in een reading of een transformatiesessie of wat dat ook maar is dat je denkt dat je nodig hebt, stuur mij een mailtje en dan kijk ik wat dat is dat je nu nodig hebt om je weer verder op weg te helpen. Zo, dat was het. Ik zie je in de volgende. Dag!